Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Jongen, er gaat momenteel iets viral. Thijs. Maar ja, voordat we het over het filmpje hebben van Thijs, want ik heb wel een mening daarover. Laten we even kijken naar een wit man die iets naar een next level brengt. Iedereen kent hem inmiddels, maar deze gozer is gewoon lijp. Kijk. Dus waar haal je die flow vandaan? Ja. Sad. Nee man, dit is echt. Hij haalt mensen weg. Nee. Dit is echt gewoon te mooi gewoon. Papa. Hij haalt mensen weg. Baja. Ja, maar als je met te veel Surinamers opgaat, dan deze man praat gewoon vloeiend Surinaams. Hij weet wat te spelen in zijn moves. Netjes. Nee. Straks. Ja, maar respect. Boy, laten we nu even serieus praten, hè. Laat me dat filmpje eerst spelen. Tik. Het zijn straat nummer 31, ah, ja. Weet je zeker? Kijk mij aan, wat? Kijk naar dat ding! Weet je zeker? Waar ben je aan het huilen, man? Waar ben je aan het huilen, pik? Ik wil je 31, troepen ze maar! 3, 2, 1! Stap in, pik. Je mag nog ons. Ja. Oh. Vraag jezelf af, waar moet je beginnen? Ten eerste. 2 dagen geleden was ik live op Facebook. Daar praat ik over hoe belangrijk het is dat je weet waar je content vandaan komt. Dit filmpje gaat nu momenteel live. En ik zie captions van Zwarte Piet, dit, dat, zus en zo. Als het inderdaad die Thijs is die in dit filmpje aanwezig is. En die motherfucker is die wij in Den Bosch die groet deed. Mensen, dit is een oud filmpje. Dit is een oud filmpje wat al maanden circuleert op het internet. En staat compleet los van iemand die wraak neemt op Thijs. Vanwege die racistische groet. Dat ding, die groet was van laat, ja. Maar dit is een oud filmpje. En precies zo, want kies hem mooi. Ik kom dat lelijke gedrag in mensen naar boven. Want sommigen zullen roepen van ja, hij heeft het verdiend, dit, dat, zus en zo. Als dit een reactie zou zijn op dat racistisch gebeuren in die stadion. Dan gaan wij, de zwarte mens, gaan we dit verliezen. Want we raken hem kwijt, in hoeverre hij al te redden was. We raken zijn omgeving kwijt vanwege die vernedering wat deze jongen is aangedaan. Want hoe gaan we nog kunnen hebben over niet zo racistisch? Er is totaal geen fundament meer. Dus dit is een oud filmpje, mensen. Dit heeft niets te maken met die groet. Dit heeft niets te maken met de groet. Het is een tory, ja? Van vroeger. Dus hoe die jongen nu een ster aan het worden is, toch vanwege die groet, is dit weer op internet geslingerd en gaat het nu nog een keer viral. Maar weet waar je naar kijkt. Het heeft niets te maken met die groet. Dit is een oud filmpje. Ga googlen, dan kom je erachter. Ik vind het sari. En laat dit al helemaal niet in verband worden gebracht met Zwarte Piet. Ja? Want dit staat compleet los van elkaar. Compleet los van elkaar. Weet waar je naar kijkt. Ken je content. Oké. Okay. Laten we afsluiten met een leuker filmpje, hoor. Want ik zweer het je. Mensen zijn dom. Laten we even gaan kijken. Kijk iets hier. Hoe je een worst steelt. Die beveiliger, ik wil je op je oog slaan. Nou, focus. Ik wil jou zo slaan. Kijk wat hij zegt. Kijk wat ze doen. Stop. Kijk, hoe dom en achterlijk kan je zijn. Hoe dom en achterlijk. Kijk hier bij die kassa. Kijk. Dobre večer. Mag je een focus pokazen? Dvijtje, ja staan met een bam! Tada! Kijk, niet veilig hoor. Kijk, hij gaat viral. Kijk. Kijk wat ze doen. Ja, oké.
Dan ben je toch stupid. Ik ga stuk. Ik ga stuk. Ze hebben die kale oors. Hoe stil je oors? Ja, natuurlijk. Je hebt een conflict. Mooi. Luister, bedankt voor het kijken. Dit was weer een nieuwe aflevering van The Creator. Ik heb even mijn mening gegeven over actuele zaken en dingen die ons aan het lachen maken. Ja, like en subscribe op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van mijn toekomstige video's. Hartstikke bedankt voor het kijken. Zie je de volgende keer.